En de burgerij en achterban van de beëdigde president en vicepresident, die vanwege de COVID-19-maatregelen niet aanwezig konden zijn bij de inauguratie, hebben later toch de gelegenheid gehad om hun leiders te begroeten. Traditie was dat na de inauguratie van het presidentieel koppel er altijd een volksreceptie werd gehouden. En door de COVID-verspreiding was dat dit jaar niet mogelijk. Daarom hebben de coalitiepartijen besloten een roadshow te organiseren. Het doel was dat er bij verschillende hotspots een stop werd gemaakt en het aanwezige publiek kort werd toegesproken. De eerste hotspot was bij het partijcentrum De Olifant. Vicepresident Ronnie Brunswijk gaf in duidelijke taal aan dat Santokki te allen tijden op hem kan rekenen. Midena Imbaka voor Kraka Ing en Gi Ing aan ondersteuning. En dat na vanaf nu wil trek op samen dat met een regering in de Santokki Brunswijk. We doen dat dan hier en met u allemaal horen dat we Santokki aan contra die op de camera aan de hoogte makkelijk. Lek van president Bertakki, u tek aan koning van de gast, dat we Santokki voor u in Spanje op de Kutjara contra die komt aan de hoogte. De baro Abigi Odi, voor de eerste keer in partijcentrum Olifant als president van de Republiek Suriname. Samen met de vicepresident Ronnie Brunswijk. Maar laten we niet vergeten wat er vooraf gegaan is dat wij vandaag hier staan als president en vicepresident van de Republiek Suriname. En dat jullie vandaag hier staan, omdat dankzij jullie, dankzij het volk van Suriname, kunnen wij hier staan. Mijn broeder en zuster, er is hard gestreden. De campagne is voorbij. Een verkiezing Sagba. Het volk heeft beslist. Het volk heeft gezegd, Tjananga Ronnie om regeren. En we gaan regeren. Door jou Fetti, Koro Vargita Sani, door jou Fetti, een orange beweging, door jou Fetti, en een abop, die op meerderheid in het parlement. Na de Olifant maakte de roadshow een stop op de hoek van Menkendam en Martin Luther King Highway. Een brassband was er om de stoet te ontvangen. Ook bij deze hotspot was er een aantal mensen op de been om een glimp van het presidentiële duo op te vangen. De president en gevolg werden met muziek en vuurwerk binnengehaald. Het staatshoofd mocht daar ook de felicitaties in ontvangst nemen van DC Mike Nerkes. De burgervader wenste hem veel kracht en wijsheid toe. Ook hier werden de aanwezigen toegesproken. En die de nieuwe regering komt, is haar internationaal ratingbureau taki, omdat die de nieuwe regering komt, de maak ik die nu al upgraden. We hebben vertrouwen ingezet. Vertrouwen zetten we in. En die samenboskopers aan Mickey tijdens haar campagne. Geef mij uw vertrouwen en ik geef je een prachtig Suriname terug. Dat gaan jullie van mij krijgen. Aan de regering,
PAP, ABOT, NPS en Apertjaya Luhur. Tamara Uaba, eerste vergadering. We karen regeringsraadsvergadering. PAP hier ook op City. President Chandrika Prasad Santokhi gisteren tijdens de roadshow die gehouden is in de districten Paramaribo en Wanica. Het doel was de bevolking die niet aanwezig kon zijn bij de inauguratie toch toe te spreken.